Hey, en welkom bij Belege Gamer. Ik ben Joris en vandaag spelen we weer een heel leuk schietspel. Laten we er maar eens aan beginnen. Store. Here you can arrange for a mission dispatch with other Battleborn. We'll make all the arrangements. You just sit back and take it easy. Normaal pakken. Dat is allemaal moeilijk genoeg, denk ik. Oké. I. Yes. Nee. Wie dan? Moet dan een andere pakken. Deze dan. Die live dingen die gaan precies niet. Die stores. Dan pakken we deze. Doen we toch iets werken? Dat is op slot. Hè? Dat is precies ook op slot. Wat kan ik hier doen? Aha, gevonden. Wie gaan we pakken? Die mina? Jop, waarom niet? Thanks, Nova. You're welcome, Battleborn. Ha, Dion. Hey, Dion. The Battleborn information page provides an at-a-glance overview of your comrade's talents, character rank progress, and other vital details. Oké. Ah. Snap niet dat ik geen store kan spelen. Wie gaan we pakken? Pit, Benica. Dan moeten we voor betalen. Oeh, koning van de disco. We gaan die pakken. Ha, 24 minuutjes. Hey, seconde. Minuten zo lang zijn die. A portal room has erupted on Bliss, and with it one colossal hole in the fabric of space-time. A massive gateway directed to Varelsi space. If it stabilizes, Solus will be overrun in hours. This is priority number one, people. We gotta get that. Dat is goed, Dion, dat je eens even passeerde. Ik ga mijn bier open doen. Oh, dat is een draaidop. Anders moest je hem overpakken, opener pakken. Zo. Pakken we pakken. Yes. Alright. Die laag. Oké. Wanneer gaan we beginnen? Ah, mij dat doet lang. Kan ik nou iets doen of zo? Nee, toch niet. Oké. Okay. Geen vraag, Dion. Alsjeblieft. Ik heb er eentje klaargezet, hè? Kom maar naar hier. Oh, weer dat filmpje. Spijt dat je niet kan verstaan. Wat zou dat zijn als ik hier binnen 5 jaar alleen woon? Bier gelijk open. En dan een emmer om over te geven. En qua satsen. Toen moet ik met je volgen. Die lach, man. Oké. Tip, dribbel, dribbel, dribbel. Zondag komt de painkiller online. Dat pan al ik. Just keep going already. Find me an LZ to drop
Maar dan hier van 19,99 euro, man. Ja. Met dat geld, dat snap ik nogal. Penny! Dan moet ik eens te goed bekijken, want ik heb dat nog niet in een gezin eigenlijk. Omdat ik die woensdag in een tijd had. En ik was het ook vergeten. Dat is goed, Dion. Help, kom maar eens uit, Rieke. Koning Retro. Dat is wel een goede naam eigenlijk, goed gevonden. Koning Retro. Koning van de Retro. Het is wel echt. Hoe kom het erop? Ah ja, zo is geniaal. Dat is zo gelijk u, gelijk die belegen gamer die je naar mij gegeven hebt. Hoe dat je daarop komt? Zeg ja. Is dat normaal dat dat hier begint te haperen? Of is dat met een computer? Ik zie niet, neem ik ze meer, hè? Hallo, wie ben je? Auw, wat is dat? Ik zie niks. Ik denk dat ik zelf aan het wonen ben. Dan is dat kun je me de weg kwijt. Hè. Dat gaat precies niet goed zo met de kastjes. Hè. Dat is graag gedaan, zijn maatje. Ik ga dan met dingen spelen, met toetsenbord. Want dat muis, allee, op dingen werkt het precies niet zo goed. Want ik blijf hier weer haperen. En hier zit ik precies alles mee. Nee, toch blijft het nog haperen. Ik snap het niet. Hoe is dat nou met een PC of hapert dat bij jullie ook zo? Als je dat bezien, precies niet, hè? Zodat ik het kan zien. Zeg, hoe moet ik hierin? Hallo, hoe moet ik hierin? Help, ik vind het vast. Dat is goed zo, de Dion. Zie je dat ook niet te zat zijn? Weet je wat met wie je zat? Nou, morgen met wie je met die otterkens reden misschien. Alleen met rijden, daar hebben we er nog bij. Alle twee zat. Muselijk als een krat. Ik drink nooit meer. Als ik een beetje uit wat ik bedoel, Dio. Nou, daar zit precies niks vast. Wacht. Kom deze pakken. Nou, laat zijn. Waar ben ik? Oh, zeg, dat is irritant. Dat blijft haperen. Bij mij. Weet er iemand hoe dat je een spel dat je verwijdert? Allee, een spel niet. Ik had een filmpje opgenomen. Die een Wolfenstein. Op een keer ervoor. En ik wou dat. Omdat die pankiller aan het haperen was, wou ik eerst alles verwijderen. Maar nu hebben we stilgestaan dat ik dat nog bewerkte. En nu ben ik dat blijkbaar kwijt. Zeg, hey, wat sta hier voor iets? Dat hapert zoiets. Zeg, jong, wat is dat? Ik denk dat ik een ander spel moet pakken, want dat hapert zo enorm hard. Tik. Maar bij jullie hapert het precies niet. Dat snap ik niet. Want dat bij mij wel hapert. Terwijl zijn ik die toetsen niet gewoon. Oh, wat is dat voor iets? Precies dat ik te veel aan de drank gezeten heb. Ja, ik snap het al. Die draaiknop, die joystick, is gewoon voor de richting aan te wijzen.
Het is dat meer dat ik zelf snapte. Ja, dit is dood. Het is dan meer dat ik juist heel dat rondje aan het lopen was. Omdat ik met die joystick ook rondjes aan het lopen, aan het draaien was. Man. Toch een miserie. Jongens. Ik heb eerder eerst het spel uitgetest. Dat is waar, joh. Zijn er echt een slaapje gehad. Doe me net zeg, kun je die niet kapot? Ja, kapot. Doe me net, kapot. Doe me net zijn zelf kapot. Oh, halleluja. Daar gaan we weer. Verdomme. Oh, merci met het revival. Trouwens. Weet ik niet wie dat gedaan had, want ik was juist al er eentje. Oké. Okay. Nou, moet ik hier ergens in, maar waar? I'm assuming the giant hole in the sky caught your attention. Did it not? Rendin, doen er dan niet een ding in de lens? Verdomme. Ja, dat is waar, nee. Ik heb dat van jou geleerd. Je hebt net die wondes geleerd, dus ja. Ik kon het niet hebben dat jij ook drinkt. Dat is alleen drank drinkt het dus dan meer dat ik denk van... ik zal ook eens komen helpen drinken. Toen ik zijn eraan, of hè? Dat meen je niet. Nee, moet ik eens. We gaan precies af, 10 minuten. Moet hij niet schieten, want ik zie niet niks meer. Zijn hier weer rondjes aan het lopen. Ja, dat is waar, Dion. Zie drinken, doe drinken. Dat is waar. Alles, ik zit hier gewoon in mijn patatten. Ah, ik ga volgende week die als een Ruben niet wilt livestreamen, ik hoop van wel, gaan we de borrel in spelen. En als ze niet kan volgende week, dan gaan we Painkiller spelen. Maar dan die van 4 euro als ik het geluid heb tegen de hoek krijg, tenminste. Want dat lijkt me ook wel tof om te streamen. Dus dan is het eigenlijk het beste aan het uitgeven, want... Allee, want dat proberen. Want dit is eigenlijk niet zo plezant om te streamen eigenlijk. Maar ik krijg dat geluid niet te goed. Die auto wil je eens even blijven kijken. Als je wilt, dan ga ik nu afsluiten. Allee, afsluiten niet, maar... Dat spel uitschakelen. En dan kom ik met de Painkiller. Die van 4 uur die niet werkt. Kunnen we dat zo uitleggen of niet? Het is maar een vraag, hè. Als het niet gaat, dan moet het ook zeggen, hè. Want dat hoeft niet precies vandaag. Want dat is eigenlijk wat toffer om te streamen, denk ik. Want deze, dat is zo... Om zelf te spelen is dat plezant, denk ik, maar... Dat is zo een raar spel, je hebt hier geen missies of niks. Dat vind ik dat raar aan dat spel. Maar ja, wie zijn een kiek? Een kiek, ja, dat weet ik wel, maar... Buiten een kiek is ik een ezel. Komt wel op hetzelfde neer. Allee, op hetzelfde niet, hè. Kiekele, kukele, kuku en een ezel. Ja, ja. Ik ga dat wel niet voordoen, want ik kan dat niet. Anders maakt me nog belangrijker dan dat ik al ben. Maar fuck af. Allee. Iedereen kent me dus. Maakt mij allemaal niet uit. Toen ik zie die weer vast. Ik zit daar wat tegen, hè. Al een half uur.
Je was naar boven zien. Stomme klopjes. Met de muis kan ik dat ook niet zo. Ah ja, dat is goed, Jan. Dat is ook cool. Dan kan ik dat volgende week pakken voor de livestreamen. Wacht, waar ben ik volgende week? Ik kon niet met die... Jawel, ik kan morgen wel. Ja, dat is misschien handiger. Ik zal vragen dat als moeder... ...malle merk is... ...dan kunnen we... ...dat toch beter communiceren. En dan hoop ik... ...mijn zus is toch bij die vrije van haar... ...dan kunnen we... ...gemakkelijker doen. Allee, gillen. Maar ik snap er toch geen klote van. Ik zal zien dat er bier kou is. En cola. Allee, dat water daar. Van vorige week. Chips. Dus ik denk dat ik morgen aan de winkel moet. Maar ik heb geen geld. Yay! Dat zal show zijn, partner. Muziek op volle bak. Laat die buren maar denken wat ze zullen. Ik hoop alleen dat ze de flikken niet opbouwen. Holy shit! Walterborn. Bon, wat dat ook is. Want dan ga ik daar volgende week livestreamen. Spijt dat de Ruben daar ook niet mee kan komen spelen, of jij of zo. Op een vrijdag. Ik kan dat precies proberen met de maas. Hallo, waar bent je? The fuck? Hoe kan ik hier niet in de hand zijn? Ik zie nog niks achter mij. Hey, zeg. Onnozele. Koerzak. Sorry. Wacht, mij even laten gaan. Mij zei, ja. Ik vond mij gewoon grappig hoe dat hij eraan kwam. Man. Gewoon meteen aan de oorlog. Allee, ik moet veel zeggen. Ik sta wel kapot als ik daar ben. Ja, dat ging echt rap. Maar what the fuck? Zijn ik in... met die muis in dat spel of niet, man? Ik ga mijn muis kwijt. Allee, ik bedoel... van mijn game zelf, hè. Voordat jullie doordenken. Ik ga wat drinken. Allee, dat zien de mensen nog wel, maar ja. Hoe moet ik beginnen? Ik zou maar naar ginder gaan, zeker. De vorige keer ging de controle zo direct. Moet ik daarna oppakken of niet? What the fuck is dat? Drie allemaal niet die. Maar ja, painkiller, als ik het goed uitspreek deze keer, geen pannenlekker. Ja, painkiller. Dat is wel een plezant spel. Dat is echt dat ik zachte. Dat is zo echt, dat kunnen wij dat opleven. En zeker dat één wapen met dat draaischijf. Dat vind ik zo gaaf, al dat bloed op uw scherm. Ha man, ik heb er wel goed zin in gekregen om dat terug te spelen. Dan deze. Maar deze spel is zo aardig, vind ik. Jeeha!
schiet je dan dat kapot? Ik heb geen kogels meer, of wat? Huh? Zet ik je gedaan, of wat is dat nou? Wat een raar spel is met dat. Oei, ik schiet er altijd even. Nou, altijd met hem niet aan, zo. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel, dat pan wel lekker. Dat dat wel grappig is. Ik had er ook niet bij stilgestaan. Pannenlekker. Pannenlekker muziek gemaakt. Ik zing dat al voor me. Zo'n deuntje? Nee, af. Maak de pot schoon. De pannenkiller maakt geen geluid. Pannenlekker maakt geen geluid. Eigenlijk heb ik mijn controles door. Al 20 minuten dead. Maar waar moeten wij? The fuck, waar was ik hier allemaal? Die hebben al mijn mensen misschien op de hart. Ik vind dat zo'n grappig uitzicht eigenlijk. Die... Ik kan daar niet aan doen, maar die kop die staat me niet aan. Weet je, ik heb ook nog een aardige kop, maar... Dat is ook alles. Niet zo aardig als dan die. Oeh, ik zal levelen op. En ik heb nog niets geschoten. Dat is kunnen. Level 6 en is gedaan. Alleen maar rondgewandeld. Oh meisje, hoe zit ik hier nou? Waar moet ik hier naar schieten? Dat is goed zo, hè? Dat merkjes misschien. Neem het gerust wat op. Ga zelfs na de livestream nog wat... Ja, tot mij niet naar te kijken. Allee, misschien toch. Misschien met rijden ook nog. Want ik ga mij misschien met de rubber rijden. Het hangt er vanaf als hij dan naar die winkel geweest is waar hij moest zijn. Voor zo'n... Wat was dat weer? Je moest iets hebben. Een USB-line of zoiets. Iets op de USB of dat otterke. Maar ik weet niet meer juist hoe dat moet zijn. Ik ging het al vergeten. Dat is zo aardig zo'n USB op dingen. Op otterke. Oké. Okay. Ah, really. Dit oude een maand spijt dat ik er niet aan het staan. Ja, schiet erop los. Wel, nou, laat ze. Oh joh, je zijn er mee veel. Holy shit, ik schiet er altijd maar even. Nieuwe challenge op 50 seconden. Nou, dan heb ik hem zeker af. Ik zit net al te sukkelen. Dabbel, dabbel, dabbel. Klopt, de rest kan gewoon in Engels en daarmee dat ik zit te sukkelen op. Maar in september, ik ga ook stoppen even met een... Met een maandelijkse horror special, omdat ik geen Engels kan en dat is niet echt te doen. Dan moet je echt Engels verkennen om dat allemaal die kaartjes te lezen en hoe weg daarop te vinden. Het is wel plezant, maar zo verschiet, ik vind het echt plezant. Maar in september ga ik naar een Engelse school, allee, een school waar je Engels kon leren. En dan ga ik
minstens 3 jaar Engels moeten volgen om Engels te kunnen. Je gaat met heel veel plezier volgen. Ook al kost dat wat geld Engels leren, die lessen, maar... Ik weet niet meer hoeveel het was, maar het was in ieder geval te doen. Zo doet deze eigenlijk ook niet. Als je daar bekijkt waar je kunt bereiken... Komt dat... Allee, dat komt tot zijn orde. Dat is niet echt weggesmeten geld. Dus met je geld, je investeert dat er goed in, dat je Engels kunt zo. Maar dat zie ik eigenlijk wel zitten. Ik had eigenlijk via mijn school willen leren, maar ja, mijn school zei van, ja, maar Engels, dat is niet nodig. Dat hebben we niet nodig. Oh, in het leven, hoe moet Nederlands kunnen? Dat kan er heel ver mee. Ja, dat kan er heel ver mee. Ik zie het. Allee, in het dagelijks leven dan niet, hè? Als je in Nederlands blijft toch? Of in België blijft, hè? Dan kun je nog gebruiken. Maar pak nu dat je op reis gaat naar het buitenland. En je gaat alleen. Kunt je niet verder helpen, hè? Als je zegt, je moet naar de wc, moet je dan met handen en voeten gaan opleggen. Je kunt moeilijk zeggen aan die balie, waar is de wc? Wc? Pipi! Ga je niet begrijpen, denk ze. Alhoewel. Als je echt tast... Ansh. Je weet wel wat ik bedoel. Als je daar aan tast, dan zullen ze dat wel weten, maar... Dat is ook niet proper om dat te doen. Het openbaar, hè. Dus ja. Ja, zit er vast, hè. Pardon. Kijk, jam, er zijn er zoveel mannetjes. Is dat een mens? Is dat een mens of is dat zo een soort pauwachtig ding? Of is dat ook wat ook is? Ik zit vast. Is dat hier weer? Ah, hier moet ik naartoe. Nee, ik moet naar daar. Ik moet die aanvolgen. Level 8. Ah, ik stel dat zelf. Aha. Nu begrijp ik het. Ik stel zelf die gans of gans. Dat dier. Ik kan al niet op de naam van dat dier komen. Waar moet ik hier nu in? Aha, daar. Zodra ik dus Engels. Als ik een beetje Engels kan. En ik kan me verder helpen in een spel. Dan komt er terug de maandelijkse horror special. Tussendan zie je een paar andere spellen op mijn kanaal. Allee, van de PC toch, want. Hoe dan nog je? De. PlayStation 4, die gaan er meer opkomen omdat mijn Elgato kapot was. En ik zei je. Opgestuurd van die nog onder garantie velden. Maar daar was een soort. Allee, die was ook heel kapot. Ik heb een andere gekregen, maar die andere. Die is alleen voor Windows 10. En ik heb Windows 7. Maar ik dacht niet dat dat aan mijn computer eerst lag. Dus wat heb ik toen gedaan? Ik had 2 Elgato's doorgestuurd gekregen, een derde. Wou ik ook terug te sturen, maar ik dacht van, dat klopt niet, ik doe niet verkeerd ofzo. Want dat kan niet. Dus heb ik mijn 2 maten opgebeld. Maar ik vraag dat die eens komen zien. Hoe dat dat komt. Het ligt al niet aan mijn PC. Maar, allee, het ligt niet aan een Elgato, maar aan mijn PC. Omdat die alleen voor Windows 10 is. En niet voor Windows 7. Holy shit. Dan denk ik, dan gaan we naar Windows... 10, maar dan heb ik een probleem, want dan kan ik weer geen horror specials opnemen op een termijn langer. En ik heb geen goesting om dan een termijn naar trouwens terug naar Windows 7 te gaan, want dat gaat niet. Als het nu gratis was, zou ik zeggen, zo wat, maar
Daar zit ik op Windows 10 en ik heb Windows 10, dat komt niet goed. Ik vind dat zoiets. Ja, appetant eigenlijk. Ik heb liever Windows 7. Ik weet niet, dat is puur een kwestie van persoon. Hangt van persoon tot persoon op, maar ik. Ik kan er wat mee werken met Windows 10. Daar niet van. Maar voor te gamen en zo is dat niet zo echt handig, vind ik. Als je echt gratis spellen wilt spelen, is dat niet echt handig. Windows 10. Dus vind ik Windows 7 nog plezanter in. Als je gratis spellen is ook wel plezant om te spelen. Niet dat het altijd gratis moet zijn, hè. Maar dat is een stof wat kunnen jullie bijvoorbeeld de link van mijn spel bijvoorbeeld ook downloaden. Als je Windows 7 hebt. Misschien gaat dat wel op Windows 10, maar... Ik kan daar dus niet mee werken. Allee, ik werk daar niet zo graag mee. Met Windows 10. Ik denk dat ik met mijn computer ga veranderen met lichtjes in te zetten. Maar dan denk ik ook van... Waarom zitten in de computer lichtjes? Je ziet meer naar je computerscherm dan naar die lichtjes van je computer. Maar dan weten we wel dat opstaat. Maar ja, dat zie je nu ook dus. Eigenlijk is weggesmeten geld. Bij wijze van spreken, maar... Het is wel... Het is wel een aangename sfeer als je dat zou hebben. Daar niet van. Maar ja, rijke mensen, dat doen veel, hè. En ik zei niet zo echt rijk. Want ik woon nog thuis. Ook al wil ik alleen wonen, maar... Dat gaat allemaal niet. Spijtig genoeg, hè, maar toch. School. Als je er niet denkt, dan blijft hem vol. Oei, hij is leeg. Geen ramp. Geen katastrof. We pakken gewoon een ander puntje. Hé, maar ik kan mijn been ook niet open doen, onnozel manneke. Haal ik er maar aan. Ah, ik zie maar een sleutel gepakt. Ik heb maar een stoppentrekker opgezet. Allee, sleutel hangen met een stoppentrekker aan. Dat is wel handig. Door dat been zit ik hier krok aan, hè. Daar viel iets. Oké. Wat moeten we nou? Wat moeten we nou? Van naar boven. Waarschijnlijk dat die ader klopt. Anders was ik mijn weg. Weer al kwijt. Vervanging van Ruben. Oh, blijven de Borderlands ook spelen. Zo. Geen getroond. Alsjeblieft. Doe die deur maar open. Disengaged. Mainframe. Wrecked. Hack complete. Zoom and enhance. Oh, shut up and just open it, please! God, finally! Keep moving. The portal is in fire. Double, 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 double. Sensors are going berserk! The portal's surging again! Snuggle up close, fellas. Get yourself some shields. Ja, dat doe ik altijd met wie. Ik was al even vergeten, dus is... Precies Santa met een mond. Of van die gipsplak, karton, of wat het ook is. Als je op het werk aan het afbreken bent, dan proefde dat wel. En dat is niet smakelijk, hè. En dat is roep en zwaar om van de trappen af te gaan. In een soort van school. Allee, school. Ik weet niet hoeveel trappen. Dat is helemaal op derde verdieping. Je moet altijd trap op, trap af, trap op, trap af, trap op, trap af. Daar word ik zot van. Als je elke keer trap op, trap af, trap op, trap af moet doen. Ik word er niet zot van, maar ik word er ontzettend moe van.
En als je daar zo twee keer op en af zit, dan is dat... Even zussen ze. Maar ja, vandaag heb ik niet zoveel trappen moeten doen. Dat is altijd naar boven. Die verdiep. Zo lang is aan het voelen. Met dat staallift dat we mogen niet gebruiken, hè. Ja, wel als je met jouw wagen zit, maar... Dat doen weer andere mensen van mijn ploeg zo. Allee. Van de ploeg, hè. Oké. Ik zit hier weer in mijn patat. Hoe moet ik hier naar uit? Protect the sentry. He's shaking heavy fire. Hoe was een trap? Oh, is het waar, hè? Maar kunnen ze niet zeggen dat er een trap zit? Dit is een level 10, zeg. Goed bezig. Dat gaat niet zo over het. Ook al zit ik maar heel de tijd te wandelen. Oei. Ah, ben je aan een dokter? Of wat zit je, nee? Ik stond hier van dokter. Dokter Bibber. Maar zijn dat dan niet ontdekt is, dokter Bibber. Als je zo iemand moet opereren, ik heb dat nog nooit gedaan. Ja, sorry meneer, maar ik ga u nu wel verdoven met een soort spuit. Want bij welke is hij nu? Wacht, eens proberen. Ah, dat is die spuit niet. Doe we, hè. Zou het zijn? Dum dum dum. Ik ben hier al twee keer geweest, waar moet ik hier in? Verdomme, zeg, zet hier pijltjes. Dat kan mijn weg niet kwijt geraken. Je staat een pijl, maar die pijl is niet groot genoeg voor mij. Dan zou ik denken... Pak een nieuwe... koop een nieuwe bril, of customers. Maar ja, ik ben er zo niet tam voor, hè. Ook al zou ik de... Ook al heb ik de customers daar niet van, maar... Toch zie ik niet hoe je dat loopt, die dood. Ik zag hier ergens een deur. Maar die gaan we hier niet open. Dan is die naar boven, hè? Oh. Dan is dat hier. Of is dat hier beneden? Ik snap het nou even niet. Ik ga eens rechtdoor, maar daar komen we precies wel van. Zeg, ja, waarom heb ik die dan hier digitaal? Man, ik zit toch iets lomp. Niet te doen. Oh. Mensen met geen verstand, die zijn toch lomp. Gelijk ik. Zal je springen, maar ik denk dat ik het niet aan zou. Ah, ik moest duidelijk springen. Man. Kun je dat niet aangeven? Je moet hier springen. Het zou wel pak gemakkelijker zijn voor mij. En dan moet ik aangeven. Zeg, doe jij ze witte deur open? Wat heb je nou kopen gedaan? Hier is heel deze, dan moet ik toch iets open doen. Een deur, denk ik, maar. Ik zeg dus juist dat je ziet waar ik niet in kunt. Dat zal een dag geopend hebben. Dan is het al. Wat stond hier iets om erin te steken? Oh, wat?
moeten daarin steken. Geld. Oh, gold. Een stukje naar beneden. Ik heb hem het gevonden. Even afgeleid door dat geld. Druk. Of hoe noemt hij nou? Ik ga gewoon maar volgen, want anders had ik mijn weg kwijt. Doe maar met haar voor mijn gezicht open gaan. Man. Misseer, mijn heren. Dan moet ik hier ergens naar boven. Dus daar. Kan niet voor door. Dan hebben we weer al een baas. Maar hoe kan het, waar is die mannen allemaal op te schieten? Of moet het die Indian Ball? Dat is de Indian Ball, maar ik zie hier geen mannetjes. Aha. Oh, dat is hier iemand van mij. Dat is dan pijltjes. En hier zou al je smaakjes moeten staan, maar waar? Ah! Ik heb het gevonden. Zonder, ik zal ook schieten, hè? Het is moeite te doen. Ja! Er komt een app aan ons af. Lopen zou ik zeggen. Ren voor uw leven. Ook al doet het maar even. Frans Power. Heb je even voor mij? La 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 la. Oh wel, ik kwam jou tegen. Oh wel, jij was verlegen. Oh wel. En dan weet ik het maar. Ik wil je wat vragen. Oh, wee, ho. Sorry, maat, ik heb je dat kijkt. Maar hij was eruit voordat ik het wist. Holy shit, ik zit er vast. Toen ligt hij er weer aan, hè. Mensen, als jullie... Dit was het dan weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Want dat was een blauw duimpje achter als je het leuk vindt. En dan zeg ik tot in de volgende sheet of horror game of livestream. Dag!